Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Het is vandaag maandag, ik heb heerlijk een weekje vakantie. Het is herfstvakantie voor de kinderen. En Jeroen en ik hebben ook allebei vrijgenomen, dus we gaan heerlijk van genieten. De kinderen gaan wel een paar dagjes uit logeren bij opa en oma. Het is de laatste keer dat ze daar eigenlijk kunnen logeren. Soms gaan ze gaan wel vaker in de vakantie bij hun uitlogeren, maar nu is het wel een beetje extra speciaal. Omdat ja, begin volgend jaar gaan mijn schoonouders verhuizen. En ja, in de tussentijd is er eigenlijk niet echt nog een gelegenheid dat ze daar kunnen logeren. Dus daar gaan ze even nog eventjes van genieten. En dat geeft ons even de tijd om even wat klusjes en taken te doen in het huis. En ook gewoon om, dat eigenlijk. Ik ben vanochtend al goed begonnen met weer even journalen, met weer even mijn takenlijstje alvast weer een beetje ingevuld. En natuurlijk ook met de koffie, niet in mijn koffietijdsverbeker, die kon ik even niet vinden. Ik denk dat hij misschien nog wel in de vaatwasser staat, maar ik vlog het in het donker, geen zin om te zoeken. Dus ik ga nu wel even een nieuwe maken en dan ga ik dat eventjes regelen. Ik heb vanochtend ook alweer mijn eerste taakje afgestreept. Maar dat ga ik zo even laten zien. Oh. Slim, ga filmen terwijl je koffie aan het zetten bent. Koffie is klaar. Wat ik wou zeggen is dat het echt... Gaan we weer beginnen daarmee? Ik wou zeggen, het is echt herfstig weer. Het waait, het is koud en nou ja, echt herfstweer om zo maar te zeggen. Ik zie ook de hele tijd dat ik helemaal donker ben in de camera. Sorry daarvoor. Ik wou ook zeggen dat ik heb lekker zitten journalen hier aan tafel. Ik heb ook alvast weer een beetje een takenlijstje ingevuld. Deze keertje weer donker. Godsjemijn, ik moet ook weer even wennen om te filmen met mijn camera. Ik heb weer even mijn takenlijstje ingevuld. Nu gewoon met de dingetjes die zo in me opkwamen. En ik denk dat ik even een apart takenlijstje ga maken. Voor alle klusjes die we in huis gaan doen. We hebben natuurlijk wel al laatst een hele lijst gemaakt. Dus die moet ik even opzoeken. Die is volgens mij ergens op tafel. En dan kunnen we daar even echt een actielijst voor deze week van maken. Want ik wil ook wel gewoon echt proberen om... Ja, als we dan toch even onze handen vrij hebben wat betreft kinderen. Om even daar het meeste uit te halen. Maar goed, vaak zeg ik dat wel. En uiteindelijk komen er toch allerlei andere dingen weer op ons pad. Vandaag gaan we sowieso naar mijn schoonouders om de kinderen weg te brengen. Dus komt er sowieso niet heel veel terecht van klussen in huis. Maar goed, dat komt wel goed. Ik heb mijn eerste taakje ook wel alweer afgestreept. Want ik had erop staan mijn beschuitjes weer bestellen bij Afvallen met Brechtje. Ik had nu nog 2 beschuitjes van Tasty Basics. Maar er zit toch een stuk meer koolhydraten in dan in die van Afvallen met Brechtje. En die zijn van Afvallen met Brechtje zijn ook gewoon echt super lekker. Dus die heb ik alvast weer besteld. Plus mijn tortillas die ik altijd eet. Die kon ik nu ook niet bij de Albert Heijn krijgen de laatste keren. Dus die heb ik ook even daar besteld. Dus ik hoop dat die bestelling van de week binnenkomt. Dan kan ik weer lekker genieten van mijn beschuitjes. Ik zal wel even een linkje hieronder zetten naar de site van Afvallen met Brechtje. Even kijken of ik een linkje kan aanmaken gewoon naar de beschuitjes. Want die zijn gewoon echt super lekker. En dus er zit er ook maar 2,6 koolhydraten in per beschuitje. Dus dat is echt heel weinig. Dus dat zal ik even een linkje hier in de beschrijving zetten. Kan je het makkelijk vinden. En nu ga ik nog eventjes bezig met... Knuffelen met je dochter. Knuffelen met mijn dochter. Ze vindt het toch wel een dingetje dat ze een paar dagen uit logeren gaat. Dus de eerste belangrijke dingen is knuffelen met mijn dochter. En dan ga ik even verder met de kerststickertjes die ik aan het maken ben. Vond ik leuk om ook voor in mijn journal plak ik graag stickers. Dus ik vond het ook leuk om gewoon wat stickertjes speciaal voor de kerst te maken. Ik vind het gewoon leuk om zelf te maken. Dus die ga ik ook eventjes fine-tunen en kijken of ik die af kan maken en printen. En
ja, ook nog de een en ander voor doen. Dus ja, dat ga ik eventjes kijken of ik dat zo nog kan doen. Maar goed, we moeten ook nog de tas inpakken. Jeroen slaapt nog ondertussen, terwijl het volgens mij al iets van 9:30 is. Bijna 9:30. Dus die ga ik ook zo maar even wakker maken. Want we moeten de tas nog inpakken voor de kinderen. Ik wil ook een beetje op tijd die kant op. Dus nou ja, toch alweer een hele drukke planning zo op deze vrijdag. Nou, wij zitten in de auto. En we hebben de hele ratplan ingepakt. Toch weer een hele auto vol voor een paar nachtjes uit logeren. Maar goed, dat geeft niks. Wij gaan even lekker een stukje auto rijden. En dan op naar mijn schoonouders. Maar de helft zijn lege dozen. Ja, dat waren de helft zijn lege dozen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is een iets andere gang van zaken geworden dan dat we hadden gedacht. We gingen gisteren dus Islotte en Xarno wegbrengen om uit logeren te gaan. Maar ja, we hebben ze ook weer mee teruggenomen. We zijn daar uiteindelijk gewoon geweest, om daar lekker gegeten bij mijn schoonouders. En ja, moment suprem dat we afscheid wilden nemen omdat wij naar huis zouden gaan, vond Islotte het toch te spannend en wilde ze toch niet logeren. Gewoon een beetje heimwee, nou ja, maakt niet uit, dus hebben ze weer mee teruggenomen. Zou nou zoiets van, ja, dan ja, moeten we natuurlijk van de week weer heen en weer reizen, dus nou, dan ga ik ook gewoon mee. Dus uiteindelijk hebben we vannacht gewoon allemaal thuis geslapen en hebben we wel een hele gezellige dag gehad bij opa en oma. Inmiddels is het 12 uur. Ik heb lekker gedoucht. We zijn natuurlijk wel nog steeds deze week vrij. Ik heb al even een tijdje achter de computer gezeten om wat reacties te sturen. En of eens een paar mailtjes. Want ik heb best wel heel veel mailtjes ook van een paar van jullie. Dus super leuk. Ik ben nog niet klaar ermee. Maar we gaan eerst even iets anders doen. Iets anders wat jullie allemaal eens hebben. Een paar van jullie hebben gevraagd of ik dat een keer wilde gaan doen. Wij gaan nu samen even naar de kringloop. We hebben een hele berg spullen. Jeroen is al van alles weg gaan zetten. Nou, het meeste is al weg. Die we even naar de kringloop gaan wegbrengen. Ja, we proberen toch gewoon een beetje de klusjes te doen. Maar goed, we moeten maar even de planning helemaal omgooien. En kijken hoe we wat nu gaan doen. Tenminste, dat was meer mijn planning als Jeroen. Die doet ook maar een beetje wat van alles door elkaar. Maar goed. Dus we gaan nu even naar de kringloop. En ik heb hier nog een hele grote doos staan die ik straks met jullie ga uitpakken. Maar eerst even die rommel weg naar de kringloop. En er is hier een nieuwe kringloop gekomen. Dus dan gaan we gelijk ook even een rondje door de kringloop lopen om te kijken. Ik wou niet zeggen of we iets leuks zien, maar eigenlijk wil ik geen rommel ervoor terug. Maar we gaan gewoon even kijken hoe het er daaruit ziet. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Nou, we hebben net onze zooi ingeleverd. En ik vind het nu al een topzaak. Als je spullen inlevert, krijg je een gratis kopje koffie. Nou, wil je nog meer? Nou, dan moeten we wel even binnenkijken natuurlijk. Wel hobbel de bobbel. Dus we gaan maar even een rondje maken. Proeven. Proeven. Ja,
Ja, dat is fijn. Laat die staan. Laat het maar niet in die slotten zien. En op de speelgoedafdeling. Wel leuke dingetjes hier op zich. Echt een klassieker. Hè? Huh? Een hobbelezel. Joh. Ja. En je bedoelt wat. Ik ben blij dat we dit tijdperk voorbij zijn, baby speelgoed. En hij vindt weer wat. Die hebben toevallig bij mijn broer gespeeld. Gaan we proberen. Nou, toch wat gevonden. Ook naakte dames. Ook een beetje een hoerenloperij hier. Ook voor de OnlyFans. Ik ben even achter een paywall zitten dan, hè? Ja, de OnlyFans. Nou, puzzels genoeg. Zijn er nou volgens mij... Ik zou het toch niet zo snel meenemen, denk ik, ja. Zou dat wel compleet zijn? Ik moet me niet voorstellen dat ze ze allemaal uitproberen hier. Meneer, wilt u dat niet doen? Wil je kijken? Dit is speciaal voor jou ingediend, deze piano. Speel op nummer. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Een verhuizing, een elkaar kost dat maar. Ja, je bent wel in je element hier, hè? Ja, natuurlijk. Al die oude rommel. Kijk, hoe mooi. Ja, allemaal geschiedenis, hè? Ja. Ja, ik heb er een prijs nog een ding. 45 euro. Ja. Ja, staat echt 45. Oh jongens, dan kunnen we nog een vlogcamera aanschaffen. Help. Eén tip, ga niet met Jeroen naar de kringloop, want je komt meer zooi thuis als dat je wegging. Ik loop gauw door. Iets voor knoeien in de keuken met Jeroen? Genoeg inspiratie. Iets voor Iselotte? Oh nee, het is voorvaders. Kijk hem dan de boel inspecteren. Hoe ik die vind, wat denk je? De Art Deco? Nee. Nee. Nog leuke potjes en glaasjes en vaasjes. Heb je wat gezien? Ja, ik heb een mandje. Vissenkommen. Mini vissenkommen. Vissenkommen. Ik had zo'n vissenkom vroeger dan groter. Een glas. Ja. Nou, heb je alles gezien? Kitschige beeldjes. Nou, we gaan gauw voordat hij nog meer vindt. Nou, we zijn weer thuis. Hangt hier nog versiering van Kronos verjaardag, denk ik. Lekker handig zo. Nou, wat hebben we gekocht? Zijn we natuurlijk super nieuwsgierig naar. Nou, dit is deel 1. Dit zijn hoekjes op wieltjes. En dat leek Jeroen wel handig voor de verhuizing van zijn ouders. Ja, hè? En waar is dat ding? En die bal hebben we gekocht. Even kijken, waar is die? Hier. Deze. Mijn broer had ook zo'n bal. En daar zaten de kinderen de hele tijd mee te spelen. Ik zelf ook. Dus die heeft hij ook gekocht. Gaan we maar eens even uitproberen. Nou, het lukt niet. Ik ga hier maar even eten maken. Nou, we kunnen eindelijk even eten. Het is inmiddels 1:30. En ik heb 1:30? Gebakken ei met een beetje spek en boterhammetje, koolhydraatarm boterhammetje en een beetje filet eronder als zijde boter. Dus dat gaan we even lekker eten. Nou, ik ben hier even de vlog aan het editen. Die morgenochtend online, dus die moet ik vandaag echt af hebben. Maar ondertussen is deze man
aan het knoeien in de keuken. Jee, maar wat een unit. Alle vegetariërs klikken nu weg. Dat is echt niet normaal. Bij mijn schoonouders op de hoek zit een Turkse slager. Oh. En die heeft echt heel lekker vlees. We hebben daar wel eens lekker kebab gehaald. En het raadjesvlees, we hadden gisteren bij mijn schoonouders hebben dan kip gegeten, kippenpoten. En we hadden ze ook draadjesvlees meegenomen. Dus dat is Jeroen nu even aan het klaarmaken. Er is super veel trek in. Dan gaan we vanavond lekker eten. Dus eigenlijk voor mij doet het ook eigenlijk is het voor 2 dagen. Maar ik vrees dat het weer niet gaat halen. Want we hadden natuurlijk eigenlijk bedacht dat de kinderen er niet zouden zijn. Dus dat wij lekker 2 dagen draadjesvlees konden eten. Maar goed. Ik had een pas in die pan. Nee, je moet 2 pannen sowieso. Ja, ik heb een boter mee. Die moet haast zo meteen. Dus nou, ik zal het even laten zien, maar schrik niet, want het is dus heel veel. Maar het draadjesvlees blijft er ook al iets zoveel van over. Het is 2 kilo, hè, volgens mij dit. Dus het is misschien zelfs wel voor 3 dagen. Maar het ziet er wel super goed uit. Kijk eens. Yummy, 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 yummy. En dan kunnen we even kijken wat we erbij gaan eten. Stoofpeertjes. Oh ja, stoofpeertjes. Stoofpeertjes gingen we erbij eten. Dus moeten we ook nog doen. Oh. Dat zucht het er al. Het is zo'n het is zo'n hectische dag. Het is echt niet te geloven. We hebben zoveel te doen. Oh. Ik vind het echt bizar. Denk ik, we zijn er nu toch allebei vrij. Jeroen was al net even aan het opruimen. En we zijn even naar de kringloop geweest. En voor de rest ben ik met de shop bezig. Ik had weer wat bestellingjes, dus daar was ik mee bezig. Mijn e-mail heb ik een beetje gedaan. En Jeroen is aan het vloggen. Ben ik dan... Oh ja, Jeroen is ook... ja, die denkt van, ik kan eens even reclame voor me maken. En Jeroen die is bij de muziekvereniging. Gaat hij zeg maar... Zit hij in het bestuur. En hij heeft onder andere de portefeuille communicatie. Marketing en communicatie. En hij is dus nu, sorry voor het geboor, maar de buren zijn nog steeds aan het verbouwen. Dus hij is nu het YouTube-kanaal een beetje aan het vullen met filmpjes en zo. Dus hij is nu ook aan het editen. Dus ik moet nou een hele tijd mijn computer delen met hem. Ze zitten af en aan, zitten we elkaar af te wisselen achter de computer. En heeft hij heeft natuurlijk steeds vragen van hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen. Dus het is wel leuk dat ik hem daarbij kan helpen. Maar zit dan nu, is die vlog al klaar? Is je vlog al klaar? Maar nee, ik ben nog niet eens op een derde, denk ik. Maar goed, het is wel super leuk dat hij zo ook zo bezig is met vlogs aan maken. En tenminste, met video's maken voor zijn kanaal van zijn muziekvereniging. Maar goed. Kijk, zo dit onder de video voor de link naar het YouTube kanaal van de vereniging. Wat zei je? Kijk, onder de video voor de link naar het kanaal van de vereniging. Ja, hij heeft nog niet zo heel veel abonnees. Zoals ik heb hem meer. Mag niet, hè? Oh. Dus, nou, vinden jullie het leuk om taptoes en de behind the scenes te zien van hoe dat eraan toe gaat als je een optreden hebt? Want het, Jeroen is er al een beetje aan het vloggen. Maar die staat er nog niet op, hè? Wel? Nee. Als jij klaar bent, kan ik het gaan maken. Ja, dus je moet met andere woorden, ik moet even opschieten. Juist. Ja, jij bent aan het snoepen, hè? Er zijn stuifjes die ook koken. Ja, nee, jij bent gewoon aan het snoepen. Ik hoor het wel. Die vingertjes die afgelikt worden. Dat was wel een stoofpje. Kijk. Hier. Kijk of stoofpje goed is. Proeven. Ja. Nee, ik hoef geen rauwe stoofpje te eten. Nee? Ja, ik eet ook alles, hè. Ik denk ineens gewoon... door mijn koptelefoon heen. Ik zit hier de vlog te editen. En dan net aan het instellen om... Te maken. Ja, volgens mij red je het niet meer. Maar goed, volgens mij moet ik heel lang... Eten wat later. Ja, dat is waar. Dat is wel makkelijk nu de kinderen ouder worden. Dat het niet meer zo precies hoeft allemaal.
Goed, ik ga de vlog laten renderen. En dan... Oh, de klopt volgens mij gebouw. Ja. En dan is die weer bijna af. Ik moet nog wel instellen en zo. Dus ik ga gelijk ook maar even de thumbnail maken. Dan heb ik nog een doosje. Zeg maar gerust doos. Want ik had weer wat besteld. Ik heb weer iets besteld bij Afvallen met Brechtje. Het is een website waar je heel veel onder andere koolhydraatarme spulletjes kan bestellen. Maar ook van die shakes en ja, heel veel dieet dingen. Ja, zeker wel heel veel keto- en koolhydraatarme dingen. En ik heb dus weer... beschuitjes besteld. Deze zijn echt zo lekker. En hier zit dus per beschuit 2,6 gram koolhydraat in. En per 100 gram is dat dan ja, wel 17. Dus het is wel meer als bijvoorbeeld zo'n cracker of zo. Maar dit is zo lekker. Als het voor de strakke koolhydraatarme regels geldt, dan mag je dit dus eigenlijk niet eten. Want dan moet het per 100 gram minder dan 5 zijn. 5 of minder. Maar ja, ik krijg dus hier niet zoveel last van. Ik kijk gewoon, voor mij geldt gewoon puur of ik ergens op reageer of niet. En op dit reageer ik dus niet. Voor zover ik weet. En met reageren bedoel ik dus dat ik dus hyperventilatie ervan krijg. Ik heb dus van de week heb ik dus weer, gisteren bijvoorbeeld ook nog, heb ik dus weer allemaal suikers gegeten. Ik was bij mijn schoonouders, ja, in ons dan verwennen en die hebben allemaal lekkere dingetjes en dan kan ik er goed vanaf blijven. Dus heb ik weer van alles gegeten wat ik eigenlijk niet moet eten. En ik heb daar dus gelijk last van. Vooral 's nachts krijg ik daar dan last van. Dan lig ik echt te hyperventileren in mijn bed. Hartkloppingen, last van mijn rug. Nou, dat heb ik al vaker verteld. Ik heb dus weer een lekkere voorraad besteld. Ik doe gewoon, dat blijft ook gewoon lang goed. En ik bestelde gewoon eens in de zoveel, één keer per maand. Soms iets vaker, soms iets minder vaak. Ligt er net een beetje aan hoe het uitkomt. En wat ik ook heb besteld zijn deze tortilla's. Die vind ik ook super lekker. En die neem ik dus heel graag mee naar mijn werk. Want dan kan ik ze lekker beleggen en oprollen. En dan is het heel makkelijk meenemen naar mijn werk. En voorheen kon ik die ook altijd bij Albert Heijn gewoon kopen. Maar dat is dus niet meer. Misschien tijdelijk uitverkocht. Maar in ieder geval heb ik ze nu hiermee besteld. Ik heb van allebei 5 pakken besteld. Of 4, ik weet het eigenlijk niet. En het leuke is... dat ze er ook heel vaak een cadeautje bij doen. En dit zijn dus suikervrije spekjes. Nou, die kan ik natuurlijk niet laten schieten. Heel lekker. Oh. Ik dacht dat Jacobina stond. Nee, ze zijn mijn snoepjes. Van mijn snoepjes. Afblijven. Afblijven. Wat zijn dat? Spekjes. Wil je ook een spekkie? Ja. Nou, die spekjes die zijn echt heel lekker. Gooi de laatste daarin. Er zitten dus 80 koolhydraten in, maar dat is dus, koolhydraten zijn, je hebt zeg maar suikerkoolhydraten. En dit zijn polyalkoholen. Ik zeg het vast niet goed, maar dat zijn dus andere soort koolhydraten die je lichaam niet opneemt. Dus die zou je dan wel kunnen eten. Moet je natuurlijk niet een heel zakje opvreten, maar ze zijn wel heel lekker. Ik heb ze natuurlijk even geproefd. Ik ga dit eventjes opruimen. Ik zat hieronder in de beschrijving wel even een linkje naar de website van Afvallen met Brechtje. Even naar de beschuitjes.
en even misschien naar de tortillas. Ik zal even kijken, maar goed, anders dan kun je vandaar wel even verder zoeken. Maar ik zal even kijken of ik ze allebei kan toevoegen. En vooral die beschuitjes zijn echt een aanrader. Die zijn echt super lekker. Dit is niet gesponsord, zelf gekocht. Ik ga het even opruimen. En dan gaan we zo lekker eten. Wij gaan lekker eten. Jeroen heeft heerlijk gekookt. We hebben dus lekker draadjesvlees en lekker stoofperen. En hij heeft voor mij, in plaats van aardappel, heeft hij voor mij een soort aardappel gemaakt. Maar dan van wortelselderij. Wortelpeterselie. Lijkt heel veel op pastinaak, maar het is toch anders. Het is wel heel lekker. Het smaakt wat kruidiger. Dus daar ga ik lekker van genieten. Was gewoon te koop bij de Albert Heijn trouwens. Maar wel weer lekker om wat anders te eten. Het is echt een beetje ja, kruidig. Kan ik niet anders omschrijven. Maar wel super lekker. Dus we gaan lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb lekker ontbijtje gemaakt. Natuurlijk met mijn beschuitjes van afvallende Brechtje. Dus daar heb ik heel erg veel trek in. Ik zit alweer bij mijn takenlijst. Ik heb ze gisteren heb ik ze op mijn website gezet. Dus als je wil kan je ze daar downloaden. Het is eigenlijk heel simpel. Je klikt het artikel aan. Dus ik heb zelfs even wat 3 aparte artikelen op mijn website gezet. Ze zijn gewoon gratis. Dus je kan ze gewoon downloaden. Kost niks. Maar je moet wel gewoon even doen alsof je ze bestelt. Tenminste, je moet ze wel gewoon even kopen. Maar ze zijn dus gratis. Dus je doet ze gewoon in je winkelwagentje. En dan vul je gewoon alles in. Want anders dan kon ik het zeg maar niet. Ik kon het niet los op mijn site zetten zeg maar. Dus ik heb ze gewoon als artikel in de winkelwagentje. Kun je ze dan gewoon zetten. En dan kun je ze gewoon bestellen. En dan op de laatste pagina krijg je een blokje met download. En dan kun je daar klikken. En dan moet je ze even alle 3 aanklikken als je ze alle 3 wilt downloaden. En dan heb je ze gewoon als bestand op je computer. En dan kun je ze gewoon zo bestellen. Maar ze zijn dus gratis. Maar dat was even de makkelijkste manier waarop ik ze voor jullie op de website kon zetten. Dus ze zijn gewoon gratis en je kan ze gewoon vanaf mijn website gewoon downloaden. Dan moet je ze dus even alleen gewoon als artikel even bestellen, kopen, in je winkelwagentje zetten en dan afronden. En dan kun je ze gewoon gebruiken als je dat ook leuk vindt. Ik kan dat dus alweer van mijn lijstje afstrepen. Want dat heb ik gisteren gedaan. Dat vind ik altijd lekker om met zo'n markeerstift. Zo lekker door te strepen. Nou, die had ik gisteren afgestreept, maar die heb ik al gedaan. Die heb ik ook gedaan. En die heb ik ook gedaan. Nou, ik hoop nog een heleboel andere dingen van mijn takenlijstje af te kunnen strepen vandaag. En verder ja, gaan we nog even kijken of we dingetjes in huis kunnen doen. Ik ga nu even lekker ontbijten. Ik heb even een kopje koffie gemaakt. En dan gaan we de dag weer beginnen. Nou, het is wat later op de dag. Het is 1 uur. Haapie is er ook weer. Haapie is er ook nog steeds. Dag geen Haapie. Wij zijn gaan even lekker eten. We hebben hier nog lekker uitsmijter voor ons gemaakt. Ik denk echt dat mensen dat horen. Oh, die herrie van het dikke dikke tak ding naast me. Geen idee. Wat jullie voor herrie horen is de cricket die staat te snijden. What else? Ik ben de hele ochtend al bezig met het maken van stickertjes. Ik vind het leuk om in mijn planner dan ook altijd stickers te plakken. Ja, maar je snapt met die cricketspullen. Dit mag gewoon niet snijden. Dus ik ben de hele ochtend, ik heb ze in de afgelopen tijd al getekend. En ik ben ze dus nu, heb ik ze vanochtend in het programma van de cricket gezet. En nu ben ik ze dus aan het snijden. Maar het is altijd best wel even een klus om het allemaal goed te krijgen. Dus ja, we hadden verschillende standen uitproberen en dat soort dingen. Dus daar was ik vanochtend even mee bezig. En nu gaan we even lekker eten en we gaan even lekker uitsmijtjes eten. Goedemorgen, het is inmiddels donderdag. Het is een beetje een bijzondere week geweest, afgelopen week. Ik heb
Ik heb natuurlijk voor mezelf en Jeroen en ik hadden allerlei plannetjes. Maar omdat die slotten, ik zou nog toch niet uitlogeren ging, kwam daar niet zoveel van. En gooide het allemaal een beetje roet in het eten. Ik heb uiteindelijk wel heel veel andere dingetjes gedaan. Ik ben onder andere heel druk geweest met het maken van mijn kerststickertjes. Die heb ik gemaakt. Vind ik gewoon leuk om in mijn planner te plakken. Op een cadeautje bijvoorbeeld. Die wilde ik gewoon graag af hebben. Omdat over een paar weken ga ik met vlogmas beginnen. En dan heb ik gewoon niet zoveel tijd meer om met dit soort dingetjes bezig te zijn. Dus ik denk, die wil ik gewoon vast af hebben. Dus ik heb 2 stickervelletjes gemaakt. En dan kan ik die lekker alvast in mijn planner plakken. Ik maak vaak ook wel een planning voor vlogmas. Dus dan kan ik ze daar ook bij plakken. En ook straks voor als ik een cadeautje heb. Ik zal ze ook wel op mijn website zetten. Dus mocht je het leuk vinden om ze te kopen, dan zal ik ze ook daarop zetten. Nu ze klaar zijn, kan ik ze ook voor jullie uitprinten en dan opsturen. Dus daar kan je ze ook op vinden als je het leuk vindt. Vond je dit in ieder geval een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik je hopelijk heel gauw weer bij de volgende video. Doei doei!